leuk dat je kijkt naar deze kortere vlog. Misschien als je het aan de muziek hoort, aan de achtergrond zie, zijn we weer op Toverland. Kleine anderhalf, twee maanden geleden, voor het laatst hier nog geweest. Tevens ook toen een vlog gedraaid van, met updates van hoe het voor staat met Expedition Zorg. Daarna heb ik helemaal niks meer gezien, dus echt sport is vermeden. We gaan nu tevens dus naar Wunderwald toe. De ride zelf van Expeditie Zorg zal vrijwel tot niet veranderd zijn. Maar wel het themagebied eromheen, de wachtrij. Dus ik ben benieuwd hoe ze het aangepakt hebben. En dan ben ik ook heel benieuwd naar Maximus Wunderbal. Dat is namelijk een ballenbaan, heel uniek. En ja, Toverland is uniek. Dus ja, hier kan je echt alleen maar puur een beetje dingen verwachten die echt bij Toverland passen. En dan kan je zeg maar bij de Photoshop van Expedition Zorg een bal kopen. Kost maar 4 euro. En dan kan je twee banen doen van 125 meter per stuk. En we hebben nu de hoogte van de eerste airtime hill van de boosterbike. En we gaan dus nu richting Expedition Zorg. Kijk hoe het is geworden. Ik ben echt rete benieuwd. Maar ik draai nu de camera om en dan gaan we het beleven. Wow. Dit ziet er al even een tikkeltje anders uit. In ieder geval, daar is dan de eerste, de tweede, dus de grote drop. Met daarnaast net een stukje splash zone. En wat me ook in één keer opvalt, is nieuwe muziek. Die ik niet aan Toverland ben gewend. En moet je dat hekwerk zien. Die is toch mooi. Lité, echt gewoon het logo van Toverland. Die basket, zei je best wel leuk. Sowieso die rand van de lokvloem. Het ziet er geweldig uit. Wat ik had gehoopt, of had gedacht, zit erin. Je ziet namelijk over de baan van die waterfonteintjes. Dat is echt een leuke toevoeging. En vandaar de splash zone. En ik laat jullie gewoon het hele binnengebied zien, het hele buitengebied. En daar heb je zeg maar die Maximus Wunderbal. Waar we straks ook eventjes gaan kijken en natuurlijk zo'n bal gaan kopen. 4 euro, dat is echt niks. Sowieso voor abonnementhouders is dat wel te doen. Omdat wij dan hier vaker zijn, dus dan kunnen we dat spelletje lekker vaak spelen. Maar voor dagsbezoekers is het een leuke souvenir. Maar ja, ik weet nog wat veel toegevoegde waarde heeft. Maar het ziet echt schitterend eruit. Maar we gaan dus naar binnen en hier buiten rond snuffelen. Op de Expedition Zorg. Moet je kijken hoe realistisch die rotsen eruit zien, dat houtwerk. En dit is gewoon zeg maar een beetje van dat opgespoten beton. Echt schitterend. En dan die balustrade hierboven, waar we straks eventjes gaan kijken met de ballen. Ja, het ziet echt schitterend eruit. En dan zo loop je zeg maar de tweede hal binnen. Meestal loop je altijd meteen daar de brug over, maar dat is het dus nou niet. We gaan dus nou een stukje naar buiten, want zo gaat dus nou tegenwoordig de wachtrij lopen. Nou echt, leuk dat ze ook een stukje van de wachtrij buiten hebben meegenomen voor grote druktes. Dus ja,
dat ze nog dit achterste gedeelte kunnen opengooien. En ja, dit zijn zeg maar die houten ballen. En leuk dat het Toverland logo erop zit. Maar dat is dan voor straks voor hierboven. Maar ja, ga dan verder van de wachtrij genieten. Ja, leuke lantaarns, echt leuk. Mooi gedaan. En ja, nou gaan we dus de trap op. Waar je meestal over de track heen gaat. Hier en daar zullen heus wel nog dingen ontbreken. Maar het is ook nog maar een pre-opening. Dus ben benieuwd. Wow, dit ziet er heel mooi uit. Dankjewel. Die tentjes, het ziet ook echt best wel leuk, simpel, maar heel mooi uit. Echt typisch Toverland. Echt. Ik herken de wachtrij gewoon niet meer terug. Hoeveel verandert. Ja, en dan kunnen we daar naar boven, naar de boomstammetjes. Okay.
Nou, het rijden zou het die boomstam is echt leuk gedaan. Kijken wat het water doet. Ja. Ja, leuke toevoeging, die waterstralen. Ah, leuk. En ook leuke geluidseffecten. Ja, leuk. Ah, dit is heel mooi gedaan, dit rotswerk. Om op deze manier binnen terug te komen, ja, mooi. En daar hebben we dan Maximilius Bouwhuis. Ja, leuk. Nou, we komen dus nou net uit Exposition Zork, vroeger de Backstroke genoemd, maar waarschijnlijk ziet het een beetje aan mijn bril, hij is natter dan nat. In ieder geval, nu komen we dus voorbij de fotobalie en hier kan je dus zeg maar die bal kopen, waar wij nou even naar boven gaan, kijken wat voor parcours dat het zijn, maar hier kan je dus een bal kopen voor 4 euro voor de Müller Wunderball. Maar wij gaan dus nu naar boven toe kijken van hoe en wat. Ja, oh, ja, ja. Nou, we zijn bijna boven beland. Maar het ziet er echt heel leuk Duits en Tiroler-achtig uit. Nou, we lopen hier over een brug heen. Waar je heel mooi zicht hebt op Ithaca, of het Trooigebied vroeger. En dan ook heel mooi uitzicht op de boosterbike. Maar ja, we gaan dus nou daar naartoe met de ballen spelen. Ja, het ziet er geweldig leuker uit. Dus kijken welke dat we zullen pakken. Die of die? Nou, ik denk dat we eerst de rechter gaan doen en kijken van hoe en wat. Balletje, balletje. Ofwel ballen vast en rollen maar. Precies wat Tessa altijd zei toen in het begin van de... Ja, leuk. Ja. Nou, volg het balletje. Ofwel net zoals bij de parelrace zeg maar, bij de zeepaarden. Ballen vast en rollen maar. En dat doe het nou letterlijk. Volg de bal. Ah. Ah, leuk. Ja? Is het nog voor vandaag? Of zegt Tessa van bal vast en rollen maar. Teltje.
Oh, en dan komen we bij een badkuip. De bal is bijna uitgevlogen. Nou, dan gaan we richting de melkboer met de melkbussen. Het parcours ziet er echt heel leuk uit. Ja, mooi. En we gaan door. Ja, mooi. We komen daar langs koeienbellen. Ofwel, we zijn nou aan het bellen. Ik moest kloppen, want de bel doet het niet. Maar hier doet de bel het wel. Ja. En sneller, sneller, ja. En dat is het eindstation. En nu gaan we die andere route doen. Daar van bovenaf naar beneden. 125 meter. We gaan nu vol gas poelen, poelen, poelen op de andere 125 meter. De start is al hier al te sneller. Oh, leuk, obstakels. En dan gaan we de tunnel in en eruit. Net zoals bij station Best, ook door een tunnel. Deze andere parcours gaat al sneller. Een megafoon. Ja, ja, ja. Ja hoor, en we gaan door. Over de zaagbladen. Ah, dit is leuk. Oh, nou rolt hij niet door. Even een handje mee helpen. Voederbak. Op naar de finish! Kom op, kom op! Ja, je kan snel! Nou, we hebben dus zojuist Maximus Wunderbal gedaan. Ja, echt leuk! Leuke toegevoegde waarde. Ja, de balletjes zijn echt leuk. Ja, echt iets unieks. Sowieso als die bal over bepaalde elementen gaan. Leuk! Ze hebben eigenlijk die pilaren een mooi geschilderd. Want meestal had je hier altijd van die hele rotsachtige taferelen erop zitten, nou niet. Maar echt waar, die bak hier, het ziet er echt heel mooi gedecoreerd eruit, echt heel mooi. Ja. En meestal heb je dan altijd hier, zeg maar, als je van die dansende fonteinen. Maar die zijn nou verhuisd, dat ik had gezien op foto's. Ik laat jullie nu zeg maar een beetje de omgeving hier buiten zien. En dan zo meteen nog een keer even naar binnen. En dan gewoon lekker nog een keer Expedition Zorg doen. Maar de splash is echt verbeterd. Echt waar. Die Maximus Wunderbal en Expedition Zorg. Echt verbeterd. Nog beter dan ooit. Natter dan natter. Hey. Nou, die leuke Wiebelbrug hebben ze wel nog behouden. Hoppa, 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 hoppa. En ze hebben ook daar leuke nieuwe parcoursjes bij gedaan. En die dennenboom, het ziet er schitterend eruit. Ik ben nu al trots op Toverland. En ja, iedereen die hier aan mee heeft gewerkt aan dit mooie project. Van een kleine 2, 3, 4 miljoen euro. Nou, het ziet er echt schitterend uit. Sowieso die afdaling. Moet je kijken hoe mooi gedetailleerd. Heel mooi gedecoreerd, echt waar, super tof.
En ja, pleurde bijna van wel. Nee, maar nu gaan we dus de splashzone op. Zoals je ziet, het is nog niet klaar, want hier moeten nog van die lantaarnpaaltjes komen. Maar het is wel al zover klaar dat ze kunnen draaien. En ja, nou lopen we richting de splashzone toe. Ik ben benieuwd hoe erg dat die zal zijn. Ja, super splash. Ja, super splash. NEP. Ja. Ja, kom hoor. Kijken hoe nat dat die zal zijn. Splash. Echt, kom op. Rij die sleutel. Zijn dat? Zo nat bij die droogste veulen. Nou, dames en heren, zojuist hebben jullie gezien, lekker rondje op de boosterbike geweest. Was lekker soepel. Ook al stonden de oude treinen erop, hij was nog steeds soepel. De aankleding van het gerenoveerde gebiedje. Ja, was wel leuk. Ballenbaan, echt leuk. Leuke elementen zitten erin. Van teltjes, baden, bellen, noem het maar op. Hele rare elementen. Hey, echt een leuke toevoeging. Wachtrij van Expedition Zork. Heel leuk, mooi aangekleed met al die tenten. Ofwel, het lijkt net of dat je echt gewoon op expeditie gaat. Dat is uiteindelijk de bedoeling er ook van. Maar hey, het is een hele metamorfose geweest. Echt heel mooi aangekleed. Ja, Toverland staat er ook gewoon bekend om. Om heel goed te decoreren, thematiseren. En noem het maar op, zeg maar. Maar we lopen nu richting de uitgang toe. Helaas weer het einde van deze dag. Maar ik zou zeggen, had je het nog niet gedaan, vergeet natuurlijk niet even dat blauw duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even op dit YouTube kanaal Dutch Coast Community abonneren voor meer leuke reviews, vlogs, onrides, offrides van kermissen en pretparken. En hier vanuit Toverland zegt hij doei, punt. En tot de volgende keer en hoi je.